welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen naar de spulletjes die we weer gekocht hebben in Disneyland Parijs. Daar zijn we natuurlijk geweest. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. We beginnen met deze leukert. En ik vind vooral die oren heel erg leuk. Hij is heel erg zacht. Onze Stitch. En ik denk dat we maar hier een plekje geven. Gewoon dat kan. Nou, die wilde ik heel graag hebben. Die had ik gezien. Twijfel, uiteindelijk toch gekocht. En dan de volgende. Oortjes. En deze zijn, die wilde ik heel graag hebben. Want kijk. Dan kan de clip af. En dan. Dan die erop. En dan heb je ineens andere oren. En nou is deze die andere. Dus eigenlijk koop je dus een clip. En die zet je erop. Met een andere clip. Maar deze is wel heel leuk. Even kijken waar de knopje is. Kijk waar die is. Kijk, hier geeft licht. Superleuk. En ja, ik wilde gewoon graag oortjes die je dus kan veranderen. En daar vond ik deze strik veel te groot. Die zat origineel bij. Dus ik heb zelf die erbij gekocht. En dan vond ik, kan ik dus gewoon een nieuwe strik kopen. Want dan kan dat weer op deze oortjes. En ik heb allerlei truien gekocht, waaronder deze spirit jersey. En ik heb nog een blauwe spirit jersey. Die zullen jullie ongetwijfeld een keer in de vlog zien. En dat was het. En een hele hoop pins. En ik ga ze even uithalen. En we hadden ook nog borden gekocht. Eigenlijk van alles gekocht. Diepe borden, platte borden. Van alles eigenlijk. Ik ga niet alles in de vlog laten zien. Mijn pins wel, want op dit kanaal, zoals jullie van mij gewend zijn, zijn er heel veel pins altijd. Dat is echt een pin vlog. Dit is de eerste. Van Ratatouille. Uit Studio Park. En de volgende, ik wil een beetje attractie pins gaan sparen. Tower of Terror. Daar hadden ze er niet zo heel veel meer. Dus, maar ja, alles wat we hebben, hebben we. Pirates of the Caribbean. Oh, op z'n kop, sorry. Ik denk al, het zit hier raar. En deze. Stitch uiteraard. Ja, ik had er zoveel eigenlijk. Kwik, kwik en kwak. Even kijken. Dagobert Duck. De Phantom Manor. Met Knabbel en Babbel. En Miss Leo daar natuurlijk in de bal. Superleuk. En Marie. Want daar is de katten. En deze. En Mickey Mouse. Van Fantasmic. Deze. Van Aladdin. Abu van Aladdin. Die is een beetje scheef gegaan. Ik weet niet. Maakt ook niet uit. Mulan. Daar zie je heel weinig pins van. Dus toen ik deze zag, toen dacht ik, ja, die moet ik meenemen. Hetzelfde geldt voor deze. Van Mushu. Mijn favoriete draakje van Mulan.
Ik vind het echt jammer dat hij niet in de verfilming zit. Ik ben wel blij dat hij in de tekenfilm zit, want daar hoort hij thuis. En nog een stitchpin. Nog een stitchpin. Super cool. En dit kaartje is leeg, maar dat zal ik je vertellen. Dat komt omdat hij in mijn tas zit. Dat is natuurlijk mijn Beauty and the Beast tas. En dit is de pin. Uiteindelijk gaan ze wel weer op het bord. En ik ga wel weer een keer een update doen van het bord. We hebben nog één pin over. Dit is die Parijs pin. Deze zagen we. En dit is ook echt de enige pin die we ervan zagen. Want voor de rest hebben we hem niet meer gezien. Super cool. Misschien is hij al heel oud. Geen idee. Of niet. Komt hij over terug in voorraad. Geen idee. Super blij dat we hem hebben. Dat waren de pins. En ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En er komen wel nog wat Disneyland Parijs vlogs aan. Ik ben er mee bezig. Druk. Het is natuurlijk kerst geweest. En nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat weten in de comments wat je erover vond. Heb je een vraag, laat het weten. En tot snel. Doei!